Kijkers, goeiedag en welkom bij het tweede deel van In Gesprek Met. In het eerste deel heeft u Kalaboeitjes in een interessant gesprek gezien met twee Jehovah-getuigen mensen over het congres van de Jehovah's Getuigen van 2019. Mijn In Gesprek Met gaat over eten. En hierover ga ik het hebben met twee interessante dames, Donna Oudo en Omaira Boutersen. Zij gaan ons wat meer vertellen over de First Ever Ladies Cookout. Dames, welkom in Gesprek Met. Dankjewel. Okay. En de organisator is Donna Oudo. Vertel een beetje, wie is Donna Oudo? Ik ben Donna Oudo, ik ben 25 jaar. Ik ben initiatiefnemer van de Facebookgroep Ladies Talk. Ladies Talk is een Facebookgroep die zich bezighoudt met opliften van de Surinaamse vrouw. Mm-hmm. Want als je ook naar de naam hoort, Ladies Talk, dus dat wil zeggen, er wordt veel gesproken in de groep. Als dames bijvoorbeeld, ja, ik heb een idee, als dames misschien een probleem hebben, kunnen ze het gewoon droppen. Juist. En er wordt advies gegeven, neem ik aan. Klopt. Het is een groep waarin je hart kan luchten en advies kan vragen. Mm-hmm. En hoe ben je dan op het idee gekomen om zo'n Facebookpagina te openen? Het was gewoon een of andere dag, zat ik te denken natuurlijk. Er was toen geen platform voor de Surinaamse vrouw natuurlijk. Dus ik dacht, hoe zal ik bij de dames bijeen roepen? Dus om ze allemaal bij elkaar te hebben. Dus vandaar dat ik een Facebookgroep ben gestart, waar ze elkaar kunnen ondersteunen. Vandaar. Mm-hmm. En hoeveel vrouwen zitten in zo'n groep? Want men zegt te veel vrouwen onder één dak kan voor problemen zorgen. Nee, dat is wat men zegt. Ja, maar hoeveel vrouwen zitten er in Ladies Talk? Er zitten momenteel 4600 zoveel leden. Wauw. Ja, zijn Surinaamse dames. Alleen maar Surinaamse vrouwen? Juist, ja. Oké, dat is interessant. Oké, dan vertel, hoe ben je op het idee gekomen om die Ladies Cookout te organiseren? Wat was je trigger? Die Ladies Cookout natuurlijk. Het is zo begonnen dat er nooit eerder een Ladies Cookout is gehouden natuurlijk. Voor Surinaamse vrouwen. Dus ik dacht van, ik ga gewoon een cookout organiseren waar er alleen maar vrouwelijke participanten zijn. Mm-hmm. Om te bewijzen dat we het ook samen kunnen doen. Dus met andere woorden, no man allowed. Nee, klopt. In de keuken niet. In de keuken niet. Oké, en vertel, wanneer is de ladies cookout en wat kan men allemaal verwachten? De ladies cookout is 29 september, laatste dag van september. Voor de laatste dag van september. Dus laatste zondag natuurlijk. Dus iedereen kan langskomen. Voor de kinderen is het ook laatste vakantieweekend, als ik het goed heb. Ja. Mm-hmm. En het is van 11 uur tot 9 uur 's avonds. Kinderen tot 12 vrije toegang. Mm-hmm. En een kaartje kost 15 SRD. Mm-hmm. Het is natuurlijk voor een goed doel. Want eerder hebben we Ladies Talk ook meegedaan. Heeft de fundraising gedaan voor Baby Wannes. Dus we hadden ook een fundraising gehouden voor Baby Wannes bij Choi. Die was ook een geslaagd evenement, fundraising geweest. Dus we willen nu weer gaan helpen. Mm-hmm. En ja, je zegt het zelf, gaan helpen. En welke instantie of instanties zijn dit keer uitgekozen met het geld dat wordt opgehaald tijdens deze cookout? We hebben een poll gezet in de groep. En er zijn suggesties geweest. Natuurlijk. En we hebben nu, als ik het goed heb, Stichting Tehuis voor Vrouwen met de In crisissituatie, juist, okay, klopt. Ja. En die willen we helpen omdat ze, vanwege dat ze het moeilijk hebben met huiselijk geweld. Men zou denken, vrouwen in crisissituatie. Kan je dat een beetje meer aangeven? Wat is het, wat voor type vrouwen? Het zijn sowieso vrouwen die jullie gaan ondersteunen. Ja. Maar wat voor type vrouwen zijn het? Die te kampen hebben gekregen met huiselijk geweld. Dus het is een vrouwengroep. Wij houden ons bezig met het opliften van de vrouw, empowerment van de vrouw. Dus zodoende wil ik die vrouw. Dus vrouw de link ook, is dan makkelijk juist, gelegd dat je elkaar als vrouw ondersteunen. Klopt. Oké, je geeft aan, er zijn plusminus 4000 zoveel dames. Juist. Hoeveel hebben zich opgegeven? Zijn er groepjes gemaakt juist, om te er koken? Er zijn inderdaad groepjes gemaakt. Er zijn ongeveer 20 groepjes gemaakt om te koken. Dus er zijn 20 standjes die dag. Uh-huh. Er zijn 20 verschillende standjes die gaan koken. En ze gaan ook een mini-wedstrijdje houden misschien. Er zijn twee teams die burgers maken. Dat is een team van Omaira, dus team Elite en team Dolls. Dus dan gaan ze even strijden wie de lekkerste burger heeft gemaakt. Dus dan krijg je die een prijsje.
Oké. Okay. Ja. En Omaira, ja, men kent jou, men ziet jouw naam een beetje overal, een beetje in de stad, real estate. Ja. Maar nu ga je de kokkin spelen, laat me niet zeggen uithangen, maar je gaat de kokkin spelen. Inderdaad, maar vertel, wat kan men van Team Elite verwachten op die zondag? Nou, we hebben sowieso de elite burger. Dus echt, als je de foto alleen al ziet, ga je watertanden, geloof me, laat staan als je het proeft. We hebben de corny meatballs, we hebben de sexy meat stick, een heleboel cocktails ook nog. En natuurlijk voor de kindertjes, die vergeten we niet. Dus er is echt ook bij Team Elite een heleboel te halen. Mm-hmm. En mensen zullen zich afvragen, ja, je hoort elite burger, sexy meat stick. Zijn de prijzen wel mee te vallen? Want ja, de economische situatie spreekt niet een ieder zijn zak mooi toe. Klopt, ja. Dus hebben de dames daarmee ook een beetje rekening gehouden dat de prijzen aan de redelijke kant zijn? Ja, moet wel. Klopt. Anders gaan we daar staan met eten en niemand koopt wat. En uiteindelijk is het ook natuurlijk de ondersteuning voor een sociaal doel. Dus we willen wel het doel behalen en de prijzen zijn inderdaad ook daarop afgestemd. In ieder geval bij Team Elite kun je vanaf 10 SRD ongeveer wat halen. Dus ja, kom vanaf 11 uur, kom niet te laat, anders ga je echt achter het net vissen. En men zegt dan de hond in de pot, toch? Letterlijk, ja, hè? We worden in dat goed. Oké, dus en ja, het is echt interessant. Je hebt het zelf ook over gehad dat het is vaker in de groep gegooid dat die en die dames of mensen hebben problemen. Je gaf aan dat baby wannes. Ja. En ik heb ook begrepen dat jullie ook de familie van Hette hebben bedacht. Klopt. We hebben een inzamelactie gehouden. En daar hebben we geld opgehaald en hebben we het gedoneerd. Het is dan via een lid van ons gedoneerd. Die is ook bezig met sociaal werk. Dus zij heeft het gedoneerd. Mm-hmm. Ja. En mensen zullen zich afvragen, Ladies Talk, wat voor type dames zitten er allemaal in Ladies Talk? Verschillende soort karakters, verschillende soort dames, verschillende soort achtergronden. Je hebt vanaf huisvrouw tot een directrice in de Ladies Talk zitten. Mm-hmm. Ja. Ja, maar mensen, ja. Het is altijd interessant om te weten van dat vrouwen elkaar kunnen verhogen in plaats van neerhalen. Yes, en ik denk dat dat het belangrijkste deel is. En ook teamwork bij vrouwen gaat dan duidelijk die zondag te merken zijn. Ja, yes, klopt helemaal. Ja. Mm-hmm. Naar het berichtje van Omaira. Oké, vertel je zegt dat het berichtje van Omaira, wat heeft Omaira gedaan? Nee, het is een empowerment groep. Natuurlijk, ik heb een flyer gepost in de groep, dus wij gaan ervan uit dat het gedeeld wordt natuurlijk. Maar niet iedereen is zo proactief om juist dat te doen. Dus toen had ze een berichtje geplaatst, ook een beetje om te steunen. En dan, toen heb ik een heleboel initiatiefnemers gekregen die het wel hebben gepost. Dus ik heb meer dan 100 shares die dag op zondag gehad. Uh-huh. Ja. Maar als je aangeeft proactief, is de groep dan niet te groot om er zo'n beetje oogje op te houden van wat er wel of niet gebeurt in de groep? Toch wel. Ja. Toch wel, maar ik heb een mentor die je ook bij helpt. Mm-hmm. Ja, we zijn met z'n tweetjes. Mm-hmm. Ja. En ze doet het goed. Want je weet natuurlijk waar mensen zijn, wordt er ook een beetje gekibbeld, dat hoort er ook bij. Klopt. Maar Donna heeft ook een sociaal leven van zichzelf, dus ze kan niet op alle 4600 vrouwen letten. Juist, klopt. Tot nu toe gaat het goed. Ja, ja. Er zijn wel momenten dat het lef gaat natuurlijk. Met lef bedoel ik dat ze meningsverschillen hebben en dat het een heftige discussie wordt. Maar aan de einde van de dag zijn ze weer gewoon vriendjes. Vriendjes. Vriendinnetjes. Yes. Ja, het is net als wat ik in het begin zei, van waar er veel vrouwen zijn, kunnen er, is er vast genoeg vuur. Ja, klopt, inderdaad. Maar we maken het uit. Oké. Okay. En dat doen we een vreugdedansje. Yes. Oké, maar het is toch ook leuk om te horen dat er een groep is met verschillende vrouwen, verschillende achtergronden. Ja. Dus als iemand met een probleem zit, dan is er wel altijd iemand, oké, ik heb dit ooit een keer meegemaakt, kan daar even wat advies geven. Laat me even kijken. Wat zijn de topics die jullie vaak genoeg bespreken? Er zijn topics dat bijvoorbeeld hoe je kan vertellen over je onderneming. Dus wat voor onderneming je hebt. Dus er zijn er verschillende dames die zich bezighouden met hun onderneming. En zo vertellen ze over hun onderneming. En dan heb je ook topics over moedertopics zijn er ook. Er zijn lifestyle topics, modetopics, tips, tricks. Ja. Ja.
huismiddeltjes en ja, dat. Ja, we een cooktopic. Ja, ja, en klopt, inderdaad. Klopt. Dus vandaar. Ja, want men zegt, de vrouw is de natuurlijke ster in de keuken. Dat is waar. Dus dat moet er sowieso blijken. Klopt. Want je hebt men cookouts, je hebt verschillende mannen die... En men vindt mannen koken beter dan vrouwen. Nee. Vaak genoeg. Maar ze minder vaak koken. Nee, daar. Maar wat dan stappen ze alle liefde en energie in die pot. Nee, geloof maar me. Ik wil het even een beetje wijzigen. Het is zo dat die mannen het geleerd hebben van hun moeder. Dus klopt, vandaar dat ze lekker kunnen koken. Want als die moeder er niet was, zou je het niet weten. Zou je het niet weten. Klopt. Komt ergens vandaan. Juist, klopt. Oké, nee. Jullie zijn echt gezellige dames. Dus ik kan me echt wel indenken dat het er niet altijd onstuimig aan toe gaat in de groep. Nee, maar ook nee, sowieso nee, ook gezellig en leuk. Klopt, klopt, klopt. We maken wel grapjes hoor. Ja. Heel veel ook soms. Oké. En om het een beetje breder te maken. We gaan de samenleving uitnodigen. Ja. En klopt, vragen om naar die ladies cookout te komen. Ja, dus dat is de first ever ladies cookout. Dus ik ga ervan uit dat heel Suriname langskomen om ja, die leuke dames van Ladies Talk te zien en ook om ze te ondersteunen. Uh-huh. Ja. Oké, okay. En je praat echt wat kort. Je hebt weer vertellen toch? Nee, Donna is heel bescheiden. Ja. Is echt heel bescheiden, ja. Ja. Maar we zijn wel heel trots op de nee, groep ook hoor. Nee, echt. Nee, dus ik ga dan... Er zijn, oh ja, ik ben vergeten natuurlijk. Er zijn, dat is wat ik zei, er zijn 20 groepen. Er zijn ook pastry groepen natuurlijk. Er zijn niet alleen kookgroepen. Er zijn pastry groepjes. Er zijn inderdaad, dus er zijn kookgroepen. Er zijn groepen die... Omar heeft ook al gezegd wat het groepje van haar gaat koken. Mm-hmm. En dan je hebt nog dan het groep die curry maakt. Curry dogs, curry crab. Er is curry... Kwikwis, er is een soepgroep, er is pasta groep, er is barbecue groep. Mm-hmm. Er zijn een heleboel groepjes, dus ze moeten gewoon langskomen. Mm-hmm. Dus ja. Eigenlijk kan je starten om 11 uur, je ja, doet je ontbijtje. Vervolgens ja, een sapje of een slush ergens halen, ja, toch? Lunchtijd. Dan kom je een gezellige barbecue kopen, een burgertje om 4 uur. Een soepje om een uur of 6 en je sluit af met een gezellige cocktail. Ja, en we hebben ook een surprise act hoor. Aan het einde van de avond hebben we een surprise act, dus moet zeker langskomen. Uh-huh. Maar is het alleen koken? Kan ik wat er ook misschien een kleine discussiegroepje tijdens het eten erbij georganiseerd? Of hebben jullie niet daaraan gedacht? Of is het alleen kom eten, kopen en ga weer weg? Nee, het is een live cooking natuurlijk. Dus groepen gaan daar koken, ja, dus je kan ook natuurlijk kijken. En er zijn attracties, er is een MC die ja, zich bezig gaat op precies wat ik zei. Wat ik zei daarnet, er is een soort wedstrijdje die ze gaan hebben. Dus dan gaan we even kijken wie de beste burgers maken. Kunnen we even kijken wie de beste soep maakt. Dus vandaar. Ja. Ja, maar we hebben het over daar, maar waar is daar? Oh, daar is een... Ik ben het helemaal vergeten. Op de hoek van de Provinlaan en de Franschepanenstraat. Overkant van de welbekende barbecue stand Biggie Bassi, daar wordt het georganiseerd. Ja. Ja. Maar is de plek niet klein als je zoveel mensen verwacht? Nee, we gaan een stukje afsluiten. Lekker in fases. Nee, maar kijk, het is, natuurlijk verwachten we heel veel mensen, natuurlijk. Ja. Dus dat is, we hebben als doel dat het een terugkomend evenement wordt, natuurlijk. Dus als we zien dat het groter wordt, dan gaan we volgende keer een iets grotere plekje nemen. Gaan we naar KKF. Ja, klopt. Ja, je moet groot denken. Ja, maar het is onze eerste evenement algemeen. Dus hebben we het een beetje klein gehouden. Dus kijken hoe het... De animo is hiervoor. Uh-huh. Ja. En om maar je mensen zou denken, ja, je elite burger gaat het nou op een huis lijken, want je bent real estate agent. Gaat misschien een van je burgers een stekkerburger zijn? Sowieso wordt het gestekt, echt als een huis, een verdiepingswoning kun je zeggen. Dankzij Charlene Reiziger hoor, die burger. Nee, maar op dat moment heb ik even gewoon niks met huizen te maken. Het is vakantie. In het weekend heb ik in mijn mind ook vakantie. Dus we gaan echt lekker bezig zijn in de keuken. En ja, lekker eten maken voor de mensen. En hoeveel mensen zitten in jouw groep? We zijn met z'n vijven. We nemen wel ondersteuning mee, onze kinderen. De tieners, die komen even werken. In de vakantie moeten ze ook wat doen voor de kost. Die dag krijgen ze een bordje eten, geen geld in handen. Nee, nee, nee. Ik doe er niet aan mee. Maar ze komen in elk geval lekker helpen.
Ik zou net zeggen, je bent een vrede werkgever. Nee, maar we zorgen voor voeding en gezelligheid. Er is ook een DJ, dus ze kunnen af en toe een beetje dansen. Er is popcorn, suiker, spin, dus ja, heel veel te doen. Zeker. Dus in principe voor die laatste zondag om de vakantie af te sluiten, is het dan een cookout waar men kan gaan eten? Is het niet? Oké, dan moet men een beetje gaan rennen de volgende dag, hè? Het is vakantie, het mag hoor. Het mag nog even. Vanaf 1 oktober straks diëten. Ik doe ook mee. Nee, maar het is, ze moeten die vrouwen komen supporten. Want het zijn vrouwen die, sommige zijn nog niet bekend. Mm-hmm. Sommige hebben alle onderneming, maar het is nog niet zo groot. Dus sommige hebben helemaal niet, maar ze doen wel mee. Dus ze kijken wat het wordt. Dus het is, we hebben gewoon hulp van Suriname nodig. En we doen het voor een goed doel. Zeker. Mm-hmm. Ja. En sowieso ook hulp van in de groep. Want er zijn 4000 mensen. Precies, klopt. We verwachten alle dames natuurlijk van de groep. Want ik dacht eerlijk gezegd, ik ben erop gaan piepen hoor mensen. Ik ben even gaan piepen om te kijken of er misschien Surinaams, Nederlands. Stiekem wel. Ik heb me stiekem toegevoegd. Ja, je moet de dames een beetje leren kennen alvorens je een beetje een gesprekje voert. Je bent een beetje gaan piepen. En ik had me vergist. Ik dacht echt dat er Surinaams, Nederlanders, een paar Surinaamse vrouwen die op Curaçao wonen. Maar nee, het zijn alleen maar Surinaamse vrouwen. Die mannen hadden gelijk, er zijn te veel vrouwen in Suriname. Er zijn echt veel vrouwen, dus ik hoop ook sowieso dat de vrouwen ook opkomen, man. Het is een groep die vrouwen bij elkaar brengt, die vrouwen ondersteunt. Ja. Klopt. En die ervoor zorgt dat vrouwen met elkaar bezig blijven. Precies, klopt. Want ik las ook ergens voorbij komen dat jullie ook gaan proberen om een discussieavond over verschillende topics te hebben. Ja, klopt. Dat hadden we al, maar dat was... Zo'n kleine setting. Ladies Talk is een besloten groep, dus ze kunnen het zoeken en vinden. Maar als je lid bent, hadden we een kleine sessie een soort kleine sessie hadden we. Een meet and greet was het. Mm-hmm. En hadden we ook, Omaira als MC. Dus ik probeer zo een samenwerking te creëren met de dames in de groep zelf. Ja. Mm-hmm. Oké, en dan laten we het nog mooier maken. Er resteren nog 3 maandjes voor het jaar 2019. En wat is allemaal nog in het verschiet voor Ladies Talk? Dus we zijn nog aan het kijken. Ik denk misschien nog op braderie, denk ik. En misschien een Ladies Talk night. Ja. Dat. Zo'n beetje. Een spannende Ladies Talk. Een spannende Ladies Talk. Altijd pittig. Ja, het is allemaal altijd pittig, dat wel. Dat wel, maar dat is alleen voor de dames. No man alone. Nee. Klopt. Oké, men gaat de andere dingen doen. Nee. Jullie zeggen alleen dames. Hand bij ons. Juist, klopt. De dames moeten vrij kunnen zijn. Ze moeten zichzelf kunnen zijn, zonder boundaries. En lekker gezellig kunnen discussiëren, zonder te denken van, wat gaat die meneer daarvan denken? Ja, klopt, als ik dat zeg, Precies. Ja, want ik heb begrepen dat er ook veel van low self-esteem een beetje speelt. Ja. Dus, maar daarvoor is die groep er, zodat vrouwen elkaar eruit kunnen halen. Precies. Ja. Maar je ziet ook dat er veel eerlijke vrouwen zijn in de groep. Die vinden van, Annie, leuk. Bij mij gaat die vlieger niet op. Dus ik heb het een beetje gevallen. Ja. Dus voor de dames die geïnteresseerd zijn, zal ik maar zeggen, voeg je toe. Donna is de moderator. Dus zij bepaalt beheerder. De beheerder, moderator, same thing. Dus zij is degene die ook een beetje toezicht houdt met de hulp. Dus, maar nog één laatste oproep. Ja, ik wil vanuit hier natuurlijk iedereen oproepen om 29 september vanaf 11 uur aanwezig te zijn met de Ladies Talk Cookout, hoek Frangipanestraat, Provinlaan. Ja. Ja. Zo gezellig. En komen jullie die groepen ondersteunen. Met het hele gezin. Iedereen is welkom. Misschien wil Omaira iets zeggen namens haar groep. Komen jullie als eerst bij Team Elite, want jullie gaan niet meer weg daar. Geloof me, jullie gaan daar blijven plakken. Omaira, dat mag je niet zeggen. Nee, kom, jullie gaan het zelf merken. Er zijn echt heel veel leuke groepen. Oké, kijkers, u heeft de confidence gemerkt van leider, maar een van de teamleden van Team Elite. Ja, dank u. Die roept dan sowieso dat mensen aangeven dat ze bij haar als eerst moeten gaan. en met het grappig en ook lollig, maar ook serieus, want hieraan is er ook een sociaal doel aangekoppeld. Precies. Waaraan de vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld worden ondersteund. En dat geld dat daarbij wordt opgehaald en die vrouwen worden daarmee geholpen. Die worden daarmee geholpen. En
wij hopen dat het sowieso een succes wordt. Dankjewel. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van dit deel van In Gesprek Met. In het eerste deel heeft u Kala Boetius gezien met de twee heren van de Jehova's Getuigen. Die hadden het over het congres over Jehova's Getuigen van 2019. En in mijn deel heeft u het gehoord, de first ever Ladies Talk cookout die wordt gehouden op 29 september op de hoek van de Pravin en de Frasjepanenstraat. We zien je daar, hè? Tot dan en een fijne dag verder.